Mijn sportief hart is een beetje gebroken deze week. Het komt door iets wat ik gelezen heb op Facebook van een van onze Studio Brussel luisteraars. En daarom ben ik vanmorgen hier naar de topsporthal in Gent gekomen. De crème de la crème van de Belgische atletiek staat hier. Daar in het geel, Eline Berings, in het grijs, Axel Douwens. Maar wij zijn gekomen voor de paarse. Dat is Jolien Boumkwo, Belgisch recordhoudster, hamerslingeren en Belgisch kampioene. Kogelstoten. Maar ze heeft een probleem en daar ga ik haar bij helpen. Jolien, ik heb je daarnet bezig gezien. Wauw. Je bent duidelijk een atlete met superveel power en talent, maar je hebt wel een probleem, hè? Het is te zijn. Ik wil graag van dit jaar naar het TK gaan en als mogelijk is de Olympische Spelen. En ik heb niet echt veel middelen om mij daartoe te helpen. Dus. Je hebt geen sponsors? Nee, niet echt. Allee, toch al zeker geen kledingsponsor. Ik heb het toch juist als ik zeg dat er nog nooit iemand zo goed met een hamer heeft geslingerd in ons land als jij, hè? Ja, dat klopt. Je bent de beste ooit in ons land. Ja. Zonder sponsors. Kun je dat niet geloven? Kleden zou ook al veel zijn. En zo misschien voedingssupplementen zou ook al veel doen. Maar ja, dat zou toch al zo wat geruststelling zijn. Dat ik zo niet altijd moet kijken van oei, mama, een go-pas voor weer naar Leuven te gaan of zo. Dat is ja, kostelijk in de tijd. Ik wou dat we met Studio Brussel voor alles voor u konden zorgen, maar dat gaat niet. Dus heb ik sponsoring bij waar dat wij eigenlijk bij Studio Brussel het beste in zijn. U mocht even mijn micro vasthouden. Echt een kogel van een cadeau en je mocht hem openmaken. Is dat een radio of zo? Dit is de sterkste radio die er bestaat. Dat is een radio die tegen een kogelstootje kan. En dan straks uit, dat is wat. En ik denk dat we op die manier toch voor muzikale sponsoring kunnen zorgen, zodat jij op elke plek naar Studio Brussel kunt luisteren. Voilà, Jolien. Een boombox voor Boumkwo. Dank u, dat is echt het mooiste cadeau dat ik ooit al had. Voor sponsoring, ik ben echt super blij. Je ziet aan uw gezicht, het is leuk. We gaan hem eens testen. Misschien moet je eerst gewoon eens laten zien wat je kunt zonder de radio. Oh! Eerste poging, dat was volgens u niet zo goed. We gaan het nu eens proberen met muzikale sponsoring. Ik ga hem goed luisteren. De pelouse binnen. Hallo Nike, hallo Adidas, zijn jullie wakker? Dit is Jolien Boumkwo, die is de max en die slingert gelijk een zot. Jolien, ik wens u 1000 sponsors toe. Dank u wel. En veel succes en het EK. Dank u wel. Nog een klein besje.